start gevallen. Pre-dierenkliniek Wolvenga en Eusebio aan de buitenzijde heeft haast, maar één deelnemer kan nog veel sneller weg en dat is Phoenix Volo. Phoenix Volo neemt de leiding en zo gaan de paarden de bocht in. De favoriet ligt in het midden van het peloton en aan de buitenzijde galoppade van het paard van Stefan Schoonhoven en dat is Eclipse. Die raakt wat achterop en zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Uitgeslagen paard nummer 9 galop. Phoenix Volo leidt, maar Sven Schaal wil de leiding wel kwijt. En dat gaat hij doen aan de trainingsgenoot. Die gaat hem nu aan de buitenzijde voorbij, Floor Weerdebras. Floor Weerdebras neemt de leiding over en dan ligt Hauber 1 en 2 in deze koers. De rest van het veld daarachter. Derde plaats voor Freule Itzarda. Derde spoor voor Eusebio. En daarachter volgt dan de favoriet in het tweede spoor, Favorite Wish. Die loopt nu naar de paarden toe en die loopt er zo hard naartoe dat Erwin Bottom even rietje terug moet nemen. En zo blijft hij liggen op plaats 5 in het veld. Zo gaan de deelnemers de linkerbocht in. De leiding in handen van Ruud Pols met Floor Weerdebras. Schuin daarnaast Eusebio, die een veel fittere indruk maakt dan de vorige keren. Daarachter op plaats 3 Phoenix Volo. Vierde plaats is voor Freule Itzarda. Vijfde Favorite Wish. Op de zesde plaats Estelle Kings Deep. Zevende plaats daarachter volgt Kurt Roegers met Enrico Star. En zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune weer in. Vanuit de bus wordt gezegd sporen houden. Dan was er blijkbaar één deelnemer die dat niet van plan was. Maar die wordt dan gecorrigeerd. En zo komen we voor de tribune langs. We hebben nog één ronde te gaan vandaag in Wolvenga. En Eusebio drukt aan de buitenzijde weer door. Galoppade van Floor Weerdebras. Springt er zomaar uit. Wacht even op het comité. Uitgeschakeld paard nummer 3 galop. En zo gaan ze de rechterbocht in. Leiding blijft in handen van Floor Weerdebras. Op de tweede plaats daarachter volgt Eusebio, aan de buitenzijde Freule Itzarda. Favorite Wish trekt heel makkelijk mee. Ziet eruit als een koerspaard dat al jaren meeloopt. Maar dit is zijn eerste koers. Gaat mee op de rug van Ronald de Beer in het tweede spoor. Schuift nu door naar plaats 3. En zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Pols aan de binnenkant, de Beer aan de buitenzijde. En in de wachtkamer Erwin Bot met de handen vol. En zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. De buitenzijde licht voordeel voor de aanvallende deelnemer. Aan de relingzijde komt Ruud Pols weer terug. En zo gaan ze de laatste bocht in. Het wacht is natuurlijk op het moment dat het paard dat derde ligt naar het derde spoor gaat. En die gaat nu. Nu gaat hij naar het derde spoor, Favorite Wish. En als hij hetzelfde doet als in de kwalificatie, dan gaan we een demonstratie zien. Daar gaat het wel op lijken. Het is inmiddels halverwege de laatste bocht als Favorite Wish aan de buitenzijde de leiding overneemt. En gelijk maar 1,5-2 lengte pakt. Op de tweede plaats daarachter volgt Floor Weerdebras. En voor de derde plaats kan het nog wel eens spannend worden. Misschien ook wel voor plaats 2, maar voor plaats 1 niet meer. Favorite Wish heet niet voor niets favoriet. Favorite Wish. Hij loopt steeds verder weg bij het veld. Dit is er een voor de klassiekers. Favorite Wish wint met een straat. Favorite Wish in eerste koers is gelijk een hele beste. Tweede plaats blijft voor Floor Weerdebras. En derde wordt Evans Stardust.